Meneer Mertens. Meneer Mertens. Ja, over de betoging dinsdag dan. Contact opgenomen met de organisatoren van 6 manifestaties in Antwerpen. Namelijk de actie van het ABVV op 24 april 2013. De 1 mei-optocht van uiteraard 1 mei 2013. De actie van Stop Armoede op 18 december 2013 op het Elisabethplein. De 1 mei-optocht van uiteraard 1 mei 2014. En de actie van Stop Armoede op de Groenplaats op 15 oktober 2014. Ik zeg dat omdat ik de voorwaarden heb doorgekregen van al die manifestaties op de publieke plaatsen. En alle organisatoren zijn formeel. Er zijn twee punten die deze organisatoren nooit werden voorgelegd, maar die dinsdag aan de betoging van de openbare diensten wel zijn voorgelegd. En de twee punten zijn: 1. De organisatoren moeten een lijst van personen die het woord zullen voeren op voorhand doorgeven aan de politie en ook afspreken op voorhand welke leuzen worden gescandeerd en welke boodschap verkondigd. Ja, ik weet, u hebt waarschijnlijk ook al heel wat betogingen achter de rug, maar los van het feit dat het niet wenselijk is, niet wettelijk is, is het natuurlijk op zich ook niet mogelijk om op voorhand alle leuzes, alle woordvoerders, alle slogans door te geven. 2, en dat is nog een meer ernstige bepaling, namelijk dat de stad elke aansprakelijkheid afwijst. En dus dat betekent dat diegene die de betoging organiseert, de manifestatie, op zich moet nemen dat hij of zij hoofdelijk aansprakelijk is voor alle mogelijke schade en hinder die in de betoging zou aangericht worden. Dat is een historisch debat. In dat historisch debat is de rechtsleer redelijk eenduidig, namelijk in onze grondwet staat het artikel dat bij openbare manifestaties de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de openbare orde ligt bij stad- en politiediensten. Dat betekent uiteraard niet dat aan organisatoren geen inspanning kan en mag en moet gevraagd worden, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de stad- en de ordediensten. En de stad kan zich niet terugtrekken op dat terrein van de openbare ordehandhaving. Dus als je dan de afgelopen 6 betogingen die ik hier voorhanden heb en waarvan ik de documenten bij heb bekijkt, dan staan die voorwaarden er niet in. Vandaag worden die wel opgelegd aan de mensen van de openbare dienst. Ik heb in de Standaard vandaag gelezen dat de mensen van het Vlaams Blok dat ook al op hun dak hebben gekregen, maar over hun principiële houding of niet kan ik mij absoluut en wens ik mij ook niet uit te spreken. Maar zelfs al zouden die voorwaarden aan 1 of 2 andere organisaties zijn opgelegd, dan doet dat er op zich niet toe, want op zich zijn die voorwaarden onwettelijk. Het is wel absoluut oncorrect wat in de Standaard staat, dat er normale voorwaarden zijn toegepast dinsdag. Ik heb de voorbeelden gegeven. Men heeft de tekst geschreven onder de titel Algemene en specifieke voorwaarden. Alles is naar de vakbonden geschreven. En waar het om gaat zijn volgende punten. 1. Een organisatie is zelfbesturend, dat is grondwettelijk. De overheid kan zich niet mengen met het bestuur van een organisatie en dus ook niet met de leuzes en de maatschappelijke boodschap die een organisatie uitdraagt. 2. De vrijheid van meningsuiting kan niet aan preventieve inhoudelijke voorwaarden gekoppeld worden. Je kan niet op basis van slogans of pancarten zeggen die betoging ziet mij wel, die betoging ziet mij niet en daar koppel ik dus enig gevolg aan. 3. Je kan niet de aansprakelijkheid afwijzen als stad. Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor de publieke ordehandhaving. Of dat dan nu over een risicowedstrijd gaat van de voetbal, of dat dan nu om een probleembetoging gaat, maar ook als het om een vreedzame betoging van kinderverzorgers, kinderverzorgsters, mensen van de vuilkar en zo verder, zoals het dinsdag was, gaat. En 4, er is ook wel een probleem in de verhouding, vind ik, tussen betrokken partij te zijn en rechter zijn. Want die betoging die was bewust in Antwerpen georganiseerd tegenover het beleid dat federaal wordt gevoerd. Waarom? Omdat de betogers de indruk hadden, de mening toegedaan waren, dat u nogal vierkant achter het federaal en Vlaams beleid staat, dat u als voorzitter van de grootste regeringspartij... Dus kan u afronden? Ja, ik ben ruim over de tijd. Absoluut, ik rond volledig af. Dus dat u als voorzitter van de grootste regeringspartij, het is een van de meest favoriete zinnetjes trouwens van de N-VA-mandataris, dat u achter dat beleid staat enerzijds,
Anderzijds wordt er dan een betoging tegenover dat regeringsbeleid aangekondigd. En dan zet u de pet op van rechter en zegt u, wij leggen hier inhoudelijke voorwaarden op en wij wijzen elke aansprakelijkheid af. En dus ik denk, in zo'n gevallen is het toch aangepast en aangewezen om enige terughoudendheid als burgemeester aan de dag te leggen. Dus ik vraag, de belangrijkste vraag is, zullen die voorwaarden, ja dan nee, in de toekomst nog worden opgelegd? Ik heb vandaag ook gehoord dat de organisatoren ondertussen klacht zullen indienen bij de provincie-gouverneur omwille van de onwettelijkheid van deze voorwaarden. Ja, dank u wel. Eerst en vooral, als u denkt dat ik mij bezighoud met het stipuleren van voorwaarden aan betogingen, dan vergist u zich deerlijk. Ik hou mij er helemaal niet mee bezig. Dat zijn beslissingen die ik operationeel overlaat aan de dienst ordehandhaving van de Antwerpse politie, die altijd een uitstekend werk levert, die een uitstekende dienst is onder uitstekende leiding. En ik heb dat dus moeten opvragen, eerlijk gezegd, welke voorwaarden zijn opgelegd. Ik heb die brief gelezen. Ik heb mij daar natuurlijk dan ondertussen over beraden wat de grondslag is van die voorwaarden die opgelegd zijn, die volgens de politie talloze keren al opgelegd zijn en nog opgelegd worden. Er zit hier inderdaad een fractie die op 1 mei een manifestatie gaat houden en die bij mijn weten ongeveer copy-paste dezelfde voorwaarden heeft opgelegd gekregen. En er zijn nog talloze voorbeelden van. Waarop is dat gebaseerd? Op onze eigen politiecodex, die u toch zou moeten kennen, waar heel duidelijk in gestipuleerd staat, artikel 104, dat een betoging, manifestatie, wordt beschouwd als een groot evenement. En waaraan moet een groot evenement voldoen als u dat wil organiseren? Dat staat heel letterlijk uitgelegd in artikel 111 tot en met 114, als ook artikel 115 voor wat betreft eventuele schade. De bepaling die nu ter discussie staat, waar u vooral op gehamerd hebt, de aansprakelijkheid betreft artikel 115, lid 3... Het is een loutere uitvoering van de codex. Het heeft de verdienste dat ik dat zelf ook allemaal nog eens heb nagelezen. En dus heb gezien dat ik ook bijvoorbeeld het gebruik van alcohol kan verbieden. Het gebruik van drugs en handel in drugs tijdens manifestaties. Ik was me er niet van bewust dat het allemaal zo gedetailleerd in de politiecodex staat. Maar het staat daar wel en het staat daar al vele jaren. En al die stipuleringen die zijn uiteraard niet ingegeven vanuit een ambitie om zich te bemoeien met de vrije meningsuiting, maar allemaal vanuit openbare orde. Vandaar ook de beperking of op leuzen. Is niet dat je niet zou mogen zeggen wat je wilt, maar gaat het vooral over de wettigheid. Het gaat over oprijende leuzen. En als u wil weten waar dat vandaan komt, is dat ik mij niet vergis, maar de politiekorpschef zal mij verbeteren. Heeft dat te maken met een aantal antisemitische tochten die we hier ooit hebben gehad, waar echt onaanvaardbare dingen zijn uitgekraamd, als dood aan de Joden en dergelijke, in de periode 2008-2009. Sommigen zullen zich dat misschien heel goed herinneren. En daarna is dat in de codex ingevoerd, dat er ook beperkingen zijn aan wat je allemaal kan roepen op straat, vanuit vooral het waken op de racisme- en discriminatiewetgeving. En helemaal niet op politieke opinies, wat dat betreft. Wat de wettige basis betreft, dat zal u zeker aanspreken, dat is het revolutionaire decreet van 2 oktober 1795 betreffende de politie van de gemeente. Toen wij nog onder Frans bestuur waren en dat nog altijd van toepassing is en dat de lokale overheid inderdaad toestelt om financiële aansprakelijkheid bij ordeverstoring te leggen bij de organisator, als dat op voorhand duidelijk is gestipuleerd. En zoals u zegt, men heeft dit artikel nu aan een administratief toezicht, aan onze administratieve toezichter, voorgelegd. We zullen zien wat het hiervan zegt. Ik zal mij uiteraard schikken naar de wijsheid van het oordeel van de toezichter. Maar dit is allemaal wel netjes in onze politiecodex, volgens onze politiecodex en op basis van een juridische argumentatie die steek houdt. Dank u wel. Ja, u hebt de brief ondertekend. Ik begrijp dat u veel brieven ondertekent, maar u hebt de brief aan de organisatoren ondertekend. 2, wat betreft 1 mei en de betogingen van samenlevingsopbouw, ik heb de documenten hierbij. Die voorwaarden staan daar absoluut niet in, dus wat dat betreft rijmt uw tussenkomst niet, helemaal niet met de waarheid. Dus die
bepaling om op voorhand, en ik lees het nog eens, door te geven welke personen zullen spreken tijdens de manifestaties en welke leuzen zullen gescandeerd worden en welke boodschap wordt verkondigd, die bepaling is compleet onwettig en staat ook niet in onze politiecodex. Wat er wel in staat, evident, daar sta ik ook volledig achter, dat is als er bepaalde leuzes en slogans geroepen worden die in strijd zijn met de racismewetgeving of de wetgeving tegen het antisemitisme, dat er dan opgetreden wordt, uiteraard. Maar op voorhand vragen wat de boodschap, wat de pancardes, wat de precieze leuzes en sprekers van de betoging gaan, dat is ongezien in deze stad. Dat is ongezien na Wereldoorlog II. Wat betreft de stad wijst alle aansprakelijkheid af. Tot slot, ik heb hier zelf het decreet dat u citeert van 2 oktober 1795. Het Napoleontisch decreet, inderdaad. Ik zal het even voorlezen. Er staat precies het tegendeel in van wat u beweerd heeft. Het staat in dat de schade, de verantwoordelijkheid voor de schade bij de stad en haar ordendiensten ligt. Dus ik lees even het decreet voor. Het staat precies het tegendeel in. Ik denk niet dat er hier ooit twee Napoleontische wetten van 2 oktober artikels 1 van kracht zijn geweest. Dus wat mij betreft hebt u niet geantwoord op de onwettelijkheid en op het nieuwe precedent dat u schept om inhoudelijke voorwaarden aan manifestaties op te leggen. Dat is zeer jammer en ik vind het ook zeer ernstig voor deze stad dat dit gebeurt en dat u er niet op antwoordt. Sta me toch toe even te zeggen, hè, voor u mij weer als leugenaar verslijt, dat ik niet heb gezegd dat aan alle manifestaties die voorwaarden zijn opgelegd, maar aan tal van manifestaties. Niet aan iedere manifestatie wordt dezelfde voorwaarden opgelegd. Het hangt er vanaf van welke aard ze zijn. En aan manifestaties van deze aard worden altijd deze voorwaarden opgelegd. En het artikel van, of het revolutionair decreet van 1795, u had het moeten begrijpen als ik zei revolutionair, is uiteraard niet van Napoleon. Dat kan ik niet laten passeren. Die was in 1795 nog niet aan de macht.